Wat als onderzoekers aan onze hogescholen en schools of arts een megafoon zouden krijgen voor het promoten van hun onderzoekswerk? Wat als hun onderzoeksresultaten in een vingerknip beschikbaar zouden zijn voor bedrijven, social profit, docenten en studenten? En wat als een onderzoek in de kunsten zichtbaar zou zijn voor internationale peers? Wat als onderzoeksteams over muren en disciplines heen makkelijk zouden samenwerken of verder bouwen op elkaars werk? Met andere woorden, wat als één gemeenschappelijk digitaal platform onderzoek en onderzoekers aan onze hogescholen zou verbinden met elkaar en met de wereld? Dan krijgen onze onderzoekers meer zichtbaarheid, meer maatschappelijke impact. Dan krijgt het werkveld een meer laagdrempelige, sterkere kennispartner om te innoveren. Dan kunnen hogescholen zich nog sterker positioneren, apart en samen, als bakens van praktijkgericht onderzoek en onderzoek in de kunsten, complementair aan het onderzoek aan de universiteiten. Dan verrijken we docenten en studenten onze talenten voor morgen. Met andere woorden, dan maken we onze economie en onze hele samenleving sterker. Dit is geen toekomstmuziek. Sinds het startschot in december 2019 en met de financiële steun van onze Vlaamse overheid werken de 13 hogescholen samen aan een gestandaardiseerde werkwijze voor het beheer van onderzoek. Samen met een IT-partner bouwden ze een digitaal onderzoeksplatform voor Open Science. Het is een platform waar wetenschap gedeeld wordt en dat open is voor iedereen. Begin 2022 gaat dit platform live in elke hogeschool van Vlaanderen. Het is een logische stap. Door samen te werken worden de hogescholen sterker en meer zichtbaar. Ook slimmer en beter gewapend om vraaggedreven maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Onderzoekers winnen, de hogescholen winnen en Vlaanderen wint.